Red Rose. Prachtig, hè? En daar ga ik straks op zitten. Ja, en laten vooral niet vergeten aandacht te besteden aan de kruimeldief. Want ik word een beetje als een vieze iemand gerangschikt. Maar voor mij is hygiëne belangrijk en vlekken niet. En dan hebben we hier de pagina waar het hele boek om draait. En dat zijn de enquêtes. En u ziet dat. En ja, en de ingezonden brieven staan hier ook bij. Ja, en dan ziet u een koffiefilter op de grond liggen. En ja, allemaal weer die boeken. Want ja, iedereen moet het wel lezen, vind ik hoor. Het is te belangrijk om dit boek niet te lezen. En nou ja, het massageapparaat, het paarse. En het Center voor het Kopieerapparaat. En wat ei. Ding om eieren in te zetten. En dit is een klankschaal. Maar die heeft dezelfde gouden binnenkant als de kelk van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is mijn band dus eigenlijk. Ja, en nu komt een van de belangrijkste dingen. De kameel op het balkon. Ik ben heel anders dan Geert. Ik moet een goede betrekking hebben met onze Arabische vrienden, om het zo maar te zeggen. En dan hebben we hier de Eurobank in Borne. En dan hier, dat is gewoon mijn hele leven. Je ziet het stipje staan. Ik zou aanraden om af en toe even stil te zetten. Om het allemaal goed te bekijken. En dan ziet u hier de koekjestrommels. Meestal ook drie soorten koekjes. En een prachtige vloerkleed, dat heb ik zelf laten ontwerpen. Beste YouTubers, jullie hebben mij in de vorige film over aanklachten tegen fietsers, hebben jullie mij voortdurend van de zijkant gezien. En dat is niet mijn beste kant. Ik ben niet zo enthousiast over mijn kaaklijn en ik vind ook dat ik eigenlijk een lelijke mond heb van de zijkant. Maar nu zien jullie mij frontaal, dus dat zal hopelijk wat beter zijn. En jullie hebben zo even die stoel gezien. En er waren een aantal rozen op zichtbaar. En eigenlijk bedenk ik mij, mijn leven gaat redelijk op rozen. Op dit moment. Het is natuurlijk wel eens anders geweest. Maar en waarom gaat het over rozen? Omdat er bij mij 2500 euro per maand binnenkomt. En 2100 uitgaat. En dan kan je natuurlijk afvragen. Van ja, waarom zit je dan nog moeilijk te doen met zo'n YouTube filmpje? En ja, dat doe ik toch omdat ik al jaren ontzettend geïrriteerd ben doordat ik eigenlijk niet kan zeggen wat ik wil, omdat dat wordt allemaal verstoord door het zogenaamde Algemeen Burgerlijk Fatsoen, het ABF, niet te verwarren met het ABP. Want het Algemeen Burgerlijk Fatsoen, dat kapt heel snel af wanneer je iets zegt. Eigenlijk is het Algemeen Burgerlijk Fatsoen dan gekenschetst worden door twee zinnen. Namelijk, dat doe je niet en dat zeg je niet. En dat is net het punt waarvoor ik wil strijden. Ik doe wel dingen die gezegd moeten worden. En ik doe wel dingen die gedaan moeten worden. Dus YouTubers, dat was even het punt. Maar verder wil ik natuurlijk ook nog, voordat ik verder ga met die hele reeks van 10 video's, wil ik toch ook wel even zeggen wie ik ben. In al mijn boeken die u ook daar hebt zien liggen, zit ik mijzelf steeds Tom Toet nu te noemen. Dat is een schrijverspseudoniem. En ik ben, mijn echte ik, dat is Antonius F. W. Morselt. En ik ben 79 jaar en ik heb een academische opleiding gevolgd, doctor, dat dus niet te verwarren met docter, maar dat is toch een zekere garantie voor taalgevoeligheid of voor exact formuleren. En dus wat dat betreft niet dat ik iets meer of minder ben, maar dat is een soort vakdiploma eigenlijk. Maar hiermee is genoeg gezegd, want het gaat nu om hele belangrijke dingen. Het gaat om de doden en gewonden op fietspaden en op fietswegen. En daar heb ik in een vorig filmpje over gehad.
Maar die doden en gewonden, die is natuurlijk voor een groot deel afkomstig van de fiets zelf. En dan praat men in kranten wel over gedragsverandering. Maar dan kun je zeg maar rustig naar fluiten. Ze moeten dus, men moet door beleid op fietspaden en wegen, moet men tot de orde geroepen worden. En dat gebeurt dus door de minister van Verkeer en Waterstaat. Die heeft nu het beleid. En die minister, dat is Cora van Nieuwenhuizen. En die ga ik dus, daar ga ik straks, ik heb er in Wikipedia een uitdraai van gemaakt, wie dat is. En daar ga ik het straks over hebben. Dit is een mooi punt om te stoppen, vind je? Ja.